Roeien van Altena tot Altena. De eerste officiële vaartocht van de skif stond vandaag op het programma. Onder een prachtig zonnetje, met de zonnebril op, werd de skif klaargemaakt voor vertrek. De leerlingen testen of alles nog werkt en onder toeziend oog van burgemeester Marcel Frenzel werd de skif te water gelaten. Vandaag stond er een tocht van 27 kilometer op het programma. In de avond komt de roeiploeg aan bij de Terra Nova, het begeleidingsschip, waar ze de komende week zullen rusten onderweg naar Altena in Nederland. Het roer. Maar ze volgen de slag niet.